Ik wil het even hebben over iets wat me al een tijdje bezighoudt. Ja, en dat zijn de berichten van de laatste tijd die ik dan lees. Waaruit blijkt dat Nederland helemaal niet zo heldhaftig is geweest tijdens de oorlog 1940-45. Nee. En nu ook weer, ik weet niet of je het gelezen hebt, er komt deze week komt er een documentaire. En daaruit blijkt dat ze bij de omroep, radiostations toen, die er waren tijdens de oorlog, die hebben gewoon meegedaan. Een aantal daarvan, die hebben gewoon meegewerkt met de Duitsers. Die gooiden gewoon de rode loper uit. De AVRO, de KRO. Ga je gang, heren. En nooit, en dat is het punt, daarom houdt het me bezig. Er is ons, de hele generatie van na de oorlog, dat is ons nooit verteld. Nu pas, 80 jaar later, nu pas, komen dat soort dingen naar boven. Wordt dat nu pas bekend? Hoe kan dat nou? Dat was toen, na de oorlog, ook al bekend. Radioverslaggever Han Hollander was een Jood, die werd ontslagen bij de AVRO. Is later omgekomen in een concentratiekamp. Kent je voor, dat soort dingen, dat komt nu pas eigenlijk, wordt dat voor mij en misschien voor jullie ook pas bekend. Waarom is ons dat nooit verteld? Zaten te kijken naar Lou de Jong op televisie. Die ging alles vertellen over de oorlog vroeger. Die heeft het daar allemaal nooit over gehad. Nee, ook niet over Westerbork. Daar werd gewoon een extra spoorlijn van 6 kilometer door de NS aangelegd voor de Duitsers. Om de Joden naartoe te brengen. Daar horen we nu pas over. En dat er allemaal treinen gingen vanuit station uit Amsterdam. Vanuit Centraal Station. En die gingen allemaal naar Westerbork. En daar zaten ook allemaal politiemensen op, Nederlandse agenten. Die moesten zorgen dat allemaal keurig verliep en die deden daar allemaal aan mee. En die agenten deden ook weer mee aan de razzia's. Zoveel politieagenten hebben ze na de oorlog ontslagen. 2000. 2000 politieagenten die allemaal meegewerkt hebben met de Duitsers. Maar ook heel veel ambtenaren, die ook allemaal wegkeken. Want dat was het voornamelijk. Zwijgen, wegkijken, in stilte meedoen, dat was het. De marechaussee, kan je voorstellen? Die hebben het kamp Westerbork bewaakt. Die hebben daar gewoon aan meegedaan. De marechaussee. Ongelooflijk. En nu pas, ook pas geleden, bekend geworden. Dat de Amsterdamse tram ook meededen met de Duitsers. Om de Joden dus naar het Centraal Station te brengen. Hoe is het mogelijk dat dat nu allemaal pas bekend wordt? En dan komt er straks, komt er, ja, 1 januari, komt er een lijst met honderden, duizenden namen van mensen die fout zijn geweest in de oorlog. Komen ze nu, dat komt nu pas. Nu pas. Waarom? En dat is constant wat bij mij terugkomt. Waarom werd er alleen maar verteld over het verzet? Waarom werd er altijd maar de soldaat van Oranje en dat gevoel? Dat werd ons ingepeperd. Dat werd ons altijd maar voorgehouden. Nederland was altijd heel erg in het verzet geweest. Ik weet niet, honderdduizend, hoeveel mensen hebben er niet bij de NSB gezeten? Hoeveel mensen hebben niet Joden verraden? Ik bedoel, die kant van de medaille. Dat werd ons allemaal nooit en nooit verteld.